Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag de gast Quinten Schevenels. Quinten, je bent eerder bij ons de gast geweest. Daar gaan we straks nog eventjes over praten. Maar nu ben je de gast als CEO van Funda. Ja. Komt het nog voor, want wij vragen normaal eigenlijk altijd wie ben je en wat doe je. Komt het nog voor dat jij moet uitleggen wat Funda is of doet? Nee, niet. Ik moet wel vaker uitleggen wie ik ben, maar niet wat ik doe. Nee, eigenlijk iedereen kent Funda wel. Maar zouden mijn kinderen dat ook weten, denk je? Die zijn rond de 20. Rond de 20 misschien wel. Als het jonger wordt, denk ik dat ze niet echt met Funda bezig zijn. Nee, dat is wel niet een fase van hun leven. Ja, maar wij kennen jou. Ik denk de eerste keer dat we met elkaar spraken was misschien niet hier aan tafel, maar dat je bij Layer actief was. Ja. Wij spraken jou, want je had een boek geschreven over al je ervaringen, je deskundigheid, op het gebied van start-ups, et cetera. Ja. Nu ben je bij een bedrijf gaan werken wat volgens mij al een kleine 20 jaar actief is. Vertel eventjes daar, je bent de afgelopen maanden daar begonnen, 2-3 maanden ben je nu... 1 juni, 1 juni ben je begonnen, ben je daar nu actief. Je bent van de start-up wereld recent naar de wereld van de huizen gegaan. Wat zijn je eerste indrukken? Heel veel potentieel. Dus dat is, als ik een stapje terug doe. Ik zat in de laatste keer, was denk ik 3,5 jaar geleden. Toen had ik inderdaad na de verkoop van Layer een boek geschreven. Dat was zo'n bucketlist project dat ik had. Ja. En in het verlengde daarvan heb ik veel gesproken op congressen, wat angel investments gedaan, noem maar op. En ik kreeg weer honger om echt iets te doen. Dus ik voelde me een beetje de voetballer die als analist in de studio zit, maar eigenlijk gewoon weer heel graag op het veld wil gaan spelen. Ja. Eigenlijk raakte ik via een headhunter in gesprek met de Raad van Commissarissen van Funda. En ik was natuurlijk heel nieuwsgierig van, ja, wat wil je dan eigenlijk met Funda? Waarom nodig je mij uit? Want dit is best al een volwassen ding. Ik zie wel allerlei dingen die je daarmee zou kunnen doen, maar zien jullie dat ook? Wil je dat ook? En daar hebben we elkaar eigenlijk gevonden. Dus mijn eerste bevindingen nu in de core van wat Funda eigenlijk al die jaren doet, hè, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Heel erg sterk, heel erg goed. Dus ook als ik naar alle cijfers kijk, klanttevredenheidsonderzoeken, noem maar op, echt heel sterk. Maar in heel veel content, diensten, producten die je in het verlengde daarvan zou kunnen doen, ja, doet Funda eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus geef daar eens een voorbeeld van. Want, nogmaals, je hoeft niet uit te leggen, we kennen allemaal Funda. Ja. Ook binnen ons kleine wereldje van mensen die echt heel actief ook kijken van, goh, is dat nou een goede app, is het gebruiksvriendelijk, blablabla. Denk ik dat eigenlijk Funda best wel goed doet. Ja, na een aantal verbeteringen de afgelopen jaren. Ja. Het werkt allemaal naar behoren. Wat kun je daar dan nog doen? Dus eigenlijk op dat stuk van dat vraag en aanbod bij elkaar brengen, kan je eigenlijk niet zo heel veel meer doen. Daar kan je nog wel wat dingen verbeteren, personalisatie, er zijn wat dingen voor makelaars aan de achterkant, als ze zeg maar huizen plaatsen, dat kan allemaal nog een beetje mooier. Maar als je zeg maar naar onze website toekomt, dan ben je vaak op zoek naar een woning. En dat is het begin van een veel langer proces dan alleen maar die oriëntatie. Daar komen ook allerlei vragen als, hoeveel hypotheek kan ik eigenlijk krijgen? Een hypotheek die je moet sluiten. Je moet naar een notaris toe. Je moet gaan nadenken over inboedelverzekering. Dus heel veel best wel lastige vraagstukken waar wij je eigenlijk niet echt bij helpen. Dus we helpen je helemaal aan het begin van het proces. En daarna moet je het eigenlijk maar weer zelf uitzoeken. En als je naar onderzoek kijkt, zijn al die stapjes zijn voor mensen hartstikke stressvol. En er zijn niet zo heel veel partijen die je daar echt heel erg goed bij helpen. Nou, dat vind ik heel erg interessant om met Funda, met het team, te gaan kijken. Wat kunnen wij verder in die customer journey allemaal nog doen? Nou, en daar als je dan kijkt naar onderzoeken, omvang van markten, logica dat wij dat gaan doen. Heel veel potentieel. Ja, want die logica is er. Die snap ik. Want je weet je wel, voordat je überhaupt gaat nadenken over al die andere dingen, wil je eerst een beetje ideeën hebben van wat kan ik kopen, wat is er. Wat zou mijn maandlast dan zijn, dat soort dingen. Ja. Noem eens een paar hele concrete dingen die je daar dan aan toe zou kunnen voegen. Je noemt net al even hypotheek. Ja, dat is natuurlijk best een hele ingewikkelde markt. Ja, zeker. Ja, een hele ondoorzichtige markt. Ja. Met heel veel papieren romslomp. Ja. En dan kan je instappen dat je zegt, ik wil daar helpen om dat transparant te maken in een soort vergelijkingsrol. Dat kan je zelf doen, dat kan je partneren met Independer of een andere partij. Ja. Zou je over 3 jaar een Funda-hypotheek kunnen sluiten? Dus echt helemaal doorgeredeneerd. We hebben al eens partijen aan tafel gehad die zich hier helemaal op specialiseren. Ja. Op de financiële dienstverlening. Ja. Nou, dat vind ik wel interessant. Dus daar heb ik geen
antwoord op van, goh, dit en dit gaan we doen. Ja. Maar wel, die markt is heel logisch. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen eigenlijk wel een beetje verwachten dat wij hun daar ook wegwijs maken. Dat doen we nu eigenlijk niet echt. Nou, dan gaan wij de komende periode gaan we ze uitvogelen. Oké, okay, interessante markt. Wat ja, waar, daar... waar kan ik nog meer aan denken? Notarissen. Notarissen. Ja, dus iedere keer je moet dingen met een notaris gaan doen. Nou, daar kunnen we ook wel een rol in spelen. Je moet een verzekering gaan sluiten. Nou, daar kunnen we misschien ook wel een rol gaan spelen. Je moet uiteindelijk gaan verhuizen. In het verlengde van de verhuizing zit vaak een keuze. Energieleverancier, mijn internet. Heel veel beslissingen zijn ook weer gekoppeld aan dat verhuismoment. En dan schuif je alweer wat verder. Hè? Dus dan ga je eigenlijk, je komt bij ons oriëntatie, bezichtiging. Nou, dan krijg je al die stapjes. En dan denk ik dat wij gewoon heel goed moeten gaan uitvogelen van welke van die stapjes kunnen wij logischerwijs toevoegen. En zet er ook een soort volgorde in. Dat we beginnen met hypotheek, notaris en daarna doen we die en dan die en dan die. En dat moeten we dan op kleine schaal gewoon gaan uitproberen. Maar is meer beter in dit geval? Want wij hebben hier veel start-ups aan tafel. En dan, het zal waarschijnlijk in jouw boek ook gestaan hebben. Dat zal toch zijn, focus is een heel belangrijk ding. Ja. Maar kan je ook focussen op, zeg maar, steeds meer dingen? Ja, dan, niet, nou ja, dan, waar zit zeg maar, het spanningsveld tussen breed en smal? Ja, nou, ik denk dat het er natuurlijk heel erg in zit. Je kan niet alles tegelijkertijd gaan doen. Dus ik denk dat daar is belangrijk. Focus houden op de core van je dienstverlening. Dat is dat vraag- en aanbodstuk. Gewoon verschrikkelijk goed blijven doen. Want dat is de basis waar je eigenlijk alles op gaat bouwen. En dan moet je heel goed gaan kijken van welke andere producten en diensten willen wij gaan uitproberen. En dat kan je niet met 10 tegelijkertijd doen. Dus dan moet je echt de keuze gaan maken. We gaan er 1 of 2 doen. En dan maken we een teampje dat zich daar volledig op gaat richten. Dus dat gaan we niet erbij doen. Maar dat is echt een teampje dat dat heel specifiek gaat doen. En op het moment dat dat een beetje werkt, dan ga je dat opschalen. En als je dan denkt van, hey, nou vinden mensen het normaal dat Funda dit ook doet. Dan kan je weer gaan kijken, een beetje wat bol.com heeft gedaan. Van oké, okay, welke andere dingen kan ik daar dan nog bij? Goed, dan ben jij dus heel erg van de school die zegt, dat moet je niet in je bestaande operatie doen. Dat moet je er echt naast zetten. Ja, ja. Ja, wel gebruik maken van natuurlijk gewoon de site en het platform, het verkeer en het merk. Ja. Absoluut. Maar jij gaat apart echt team. 3 mensen in een apart hok zetten. Die zeggen, zoek jullie die verzekeringen uit. Absoluut. Dat zouden we kunnen doen. Ja, en wat heel grappig was, en dat had ik me niet gerealiseerd tot ik zeg maar in die gesprekken kwam om CEO te worden bij Funda. Funda kennen we bijna allemaal als je gewoon als particulier een koopwoning zoekt. Maar er is ook een site, Funda in Business. En dat is ook een separaat team. En dat is echt bedrijfsonroerend goed. Okay. Dat is gewoon een apart team met aparte developers, met een aparte product owner, met aparte sales, met aparte marketing. En dat is serieus succesvol. Dus dat is kijkt er wel eens op. Niet te onderschatten qua omvang. En dat is eigenlijk heel erg grappig. Dus daar is al uit Funda is al een soort spin-off site ontstaan die heel erg succesvol is. Ja, nu zeg je dat, dat je met de Raad van Commissarissen in gesprek kwam en dat je benieuwd was van, goh, weet je, dan zien jullie ook die mogelijkheden. En nou, dat bleek een klik te zijn. Ja. Nu is het ook erg onrustig bij Funda. Volgens mij was je net aangenomen toen de Raad van Commissarissen opstapte en er een teringruzie uitbrak tussen zo'n ongeveer iedereen die bij de NVM betrokken was. Ja, meer bij de NVM dan bij Funda. Dus de ruzie was niet zozeer bij... Het is wel de enige aandeelhouder. Maar de grote aandeelhouder. De grootste aandeelhouder. Laten we het correct houden. Ja. Heb je daar last van gehad? Er kwam heel snel een nieuwe RVC, andere mensen, wijziging van ideeën misschien. Nee, dat niet echt. Nee. Dus wat de last die ik ervan heb gehad is dat het natuurlijk heel raar is dat je een proces hebt doorlopen met een raad van commissarissen waar je allerlei gesprekken hebt gevoerd over ideeën, over de strategie, mandaat dat je krijgt, noem maar op. Ja. En dat eigenlijk op de aandeelhoudersvergadering waar jij benoemd wordt, een week daarvoor, stapt die raad van commissarissen op. Dus daar heb je last van in de zin van, oké, wacht even, wat moet ik hier nou van vinden? Wat betekent dit eigenlijk? Het idee was dat op die aandeelhoudersvergadering dat de raad van commissarissen zou worden uitgebreid met 3 nieuwe leden. Dus er zou een grotere raad van commissarissen komen. Dat was een beetje geluk bij een ongeluk, want dat betekende namelijk dat op de agenda van die aandeelhoudersvergadering stond al de benoeming van 3 nieuwe leden, zeg maar, voor de raad van commissarissen. Dus daardoor was er eigenlijk heel snel een nieuwe raad van commissarissen. Met 3 gewoon hele ervaren mensen. De CEO van Knap zit daarbij. Ja. De managing director van Nimbus, private equity bedrijf. En die zijn onafhankelijk. Die hebben verder ook geen banden met de NVM. Dus ik had eigenlijk van de een op de andere dag een nieuwe onafhankelijke raad van commissarissen. Alleen geen van 3 kende ik. Nee. Ja, waar ging het meningsverschil toen over? En heeft dat impact op de koers van Funda?
Nou ja, om heel eerlijk te zijn, ik ben daar niet bij geweest. Dus dan ga ik daarover speculeren, want ja, de NVM zegt iets en de ene commissaris zegt wat en de ander zegt wat en mijn eigen managementteam heeft daar een mening over. Ik heb gewoon gezegd, het zal wel. Ik heb duidelijke afspraken gemaakt over wat ik hier kom doen. Daar heb ik ook gesproken met de algemeen directeur van de NVM Holding. Ja. Daar zit 70% van de aandelen in Funda. Ja. Dus ik heb geen enkele reden om er nu aan te twijfelen dat dit anders gaat worden. En als dat zo is, nou ja, dan merk ik het wel. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik prima. Ik heb met die nieuwe raad van commissarissen individueel gezeten. Inmiddels al, we hebben al 3 RVC-vergaderingen gehad. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus ja, ik heb er geen last van. En ook qua koers en ideeën daarover, dat is gewoon... Nee, ik ben gewoon daar begonnen. Ik heb het plan gemaakt. Vaak, dat heb dan... ik besproken met de Raad van Commissarissen 2 weken geleden. Dat vinden ze een goed plan. Dat werk ik verder uit. En volgend jaar gaan we dat doen. Ja. Hey, je zei, toen je gevraagd werd, benaderd werd, was jouw vraag... En dan waarom kom je eigenlijk bij mij uit? Ja. Maar was toen ook het antwoord daarop... we willen verbreding van het pakket, zeg maar? Ja, dat was het, ja. En niet concreet al met van... Oké, wat dan precies en hoe ga je dat doen? Maar wel heel erg vanuit... we hebben zo'n ontzettend mooie positie... en daar moet toch veel meer mee mogelijk zijn. Wij moeten toch in de keten voor de consument... en voor de makelaar veel meer waarde kunnen toevoegen. En dat willen we gaan ontdekken. Ja. Hey, wat is het doel uiteindelijk bij Funda? En wat ik vraag is, het bedrijf bestaat al heel lang. Er is ook wat publiciteit geweest over dat er Amerikaanse investeerder interesse had om het over te nemen. Is het minderheidsbelang, geloof ik. Een minderheidsbelang, of in ieder geval wilde investeren. Ja. Is een, je noemde net ook Independer, is natuurlijk net overgenomen door de persgroep. Ja, mooie move. Is het denkbaar dat Funda op een gegeven moment verkocht wordt? Ja, dat is wel denkbaar, maar voor zover mij bekend speelt dat nu helemaal niet. En weet je, dat is ook niet de achtergrond van, weet je, het nu verbreden en het... Nee. Voor zover jij weet dan, hè? Nee, en ik ben uiteindelijk natuurlijk niet de aandeelhouder. Ik ben wel de CEO, dus het is op zich wel gebruikelijk dat ik dat zou weten. Dat dus in die zin. Nee. Ik heb helemaal niet het idee dat speelt. Ja. Hoe dat over 3, 4, 5 want jaar het, is. Want als je er natuurlijk objectief naar kijkt, is het natuurlijk een waanzinnig mooi platform in Nederland. Het is een monopolist op huizengebied met inderdaad alle potentie die jij net schetste. Ja. Nee, dit is gewoon een geweldig succesverhaal. En ik bedoel, ik mag daar nu CEO van zijn. Ik heb tot nu toe aan dat succes nog niet zo heel veel bijgedragen. Nee, maar dat is natuurlijk wel... ik ben al heel erg lang bezig met online marktplaatsen. Hè, als bij de Telegraaf, bij VNU, als investeerder. Ja. En een marktplaats met zoveel tractie als Funda, met zoveel positieve dingen eromheen, vanuit klantonderzoek, retentie... merkassociaties, die zijn er gewoon niet zo heel erg veel. En je noemde net de mogelijkheden in die customer journey waar je op gaat focussen. Funda zit natuurlijk ook op een enorme berg data, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Is dat ook onderdeel van jullie plannen, om daar meer mee te gaan doen? Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ik zou de data vooral gebruiken om die consument... in die journey te helpen en die data gebruiken om de makelaar te helpen zijn dienstverlening te optimaliseren. Dat klinkt denk ik niet eens zo heel cryptisch, maar wel heel zorgvuldig met die data omgaan. Dus wij zijn heel terughoudend in het delen van data met derden. Ook uitwisselen aan andere platformen en zo, dat doen we allemaal gewoon niet. Dus alles wat we ermee doen moet echt in het belang zijn van degene van wie de data eigenlijk is. Dus als jij bij ons op de website komt, dan vind ik dat meer jouw data dan mijn data. Mm-hmm. En wij krijgen toestemming van jou. En wat we met die toestemming moeten doen, is dat we vooral moeten proberen om de dienstverlening naar jou, jouw leven aangenamer te maken, dat proces voor jou makkelijker te maken. En ik denk dat we daar met data heel veel dingen kunnen doen. Ja, maar dat is tegelijkertijd ook een van de dingen die me echt opvalt, dat Funda daar niks in doet. Ja. Want... weet je, ik gaf net als voorbeeld, ik zit voor de gein wel eens, omdat ik ontzettend van de Waddenzee hou, zit ik wel eens te kijken wat die huizen nou kosten op die eilanden. Duur, hè? Bizar. ja, ze overal. Of Noord-Groningen. Dat is goedkoper, maar ik zou het dan eigenlijk, inmiddels wetende hoe het werkt, heel normaal vinden dat ik af en toe eens een berichtje van Funda zou krijgen. Goh, er zijn 3 nieuwe huizen te kopen op Schiermonnikoog. Ja. En kijk eens, ik kijk nooit. Ja.
Ja. Echt helemaal nooit. Nee, nou dat zijn echt hele praktische dingen. Dus als je zegt, wij kunnen allerlei nieuwe dingen doen, maar ook gewoon in de core van de dienstverlening kunnen wij ook dingen beter doen. Dat is dit. Ja. Absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja, en dat, maar dus ik denk dat dat een beetje komt dat men misschien gewoon te voorzichtig daarmee is geworden. En daarmee eigenlijk komt dat ook omdat de klant tekort doet. Maar ja. Komt dat ook, en dat lijkt me, dat heeft mij altijd het lastige geleken van Funda, want het is natuurlijk niet voor het eerst dat er verschillende belangen zijn, laat ik het dan netjes zeggen, dat de makelaars natuurlijk hun belangen hebben. Het is niet alleen maar het platform. Nee, ik denk dat het feit dat jij, dat wij weten op basis van jouw gedrag op de website, dat jij regelmatig in die gebieden zoekt, maar dat jij toch van ons geen update krijgt, dat is echt gewoon alleen maar het productteam van Funda, dat ofwel minder waarde toekent dan jij en ik, of andere dingen die belangrijker zijn, maar daar heeft verder niemand iets over te zeggen. Nee. Oké. Okay. Ja, maar en dat komt bij jou gewoon op de roadmap, dit soort dingen. Ja. Nee, nou, een aantal van dat soort dingen gewoon, zoals wij hier zitten, daar wordt gewoon echt aan gewerkt en die zullen ook gewoon de komende weken, maanden, zou je een aantal van dat soort functionaliteiten ook gewoon gaan zien. Hey, jij zegt van, ik ben al jaren met die marktplaatsen bezig, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Als je nu die afgelopen 10, 15 jaar kijkt, zit daar een ontwikkeling in? Is dat veranderd? Of is een marktplaats gewoon eigenlijk altijd een marktplaats? Er is niet zo heel veel ontwikkeling in geweest, vind ik eerlijk gezegd. Nee, dus ik vind daar de... Ik wou graag... Maar dan moet je nou zo lachen. Nou, nee, omdat ik zet een beetje in mijn hoofd, maar ik ga het ook vertellen. Want anders denkt iedereen, wat zit hij daar aan te lachen? Nee. Ik had het boek geschreven, dat was een bucketlist project. En dat kostte me veel meer tijd dan ik had gedacht, maar ik vond het heel erg leuk. En toen had ik op een gegeven moment, raakte ik in een soort van overenthousiast. Dacht ik ga nog een boek schrijven. En nog een boek schrijven, toen dacht ik, ik had Innovators Dilemma gelezen. Ja. Maar dat is geschreven in 96 of zo. Dus dat ging heel erg over, als jij in de jaren 80 dominant was in een industrie, dan in de jaren 90 ben je gedisrupt. Maar het internet speelde daar nog geen rol. Toen dacht ik, je zou eigenlijk dat boek moeten schrijven over de eerste generatie internetbedrijven. Dus een beetje tussen 2000, 2008, 2009. En hoe die dan in het decennium daarna gedisrupt gaan worden. En daar waren voor mij, het boek gaat er niet komen, dat idee om erover na te denken was heel erg leuk. Ja. Maar dat was heel erg gevoed, doordat ik in een aantal markten zag je eigenlijk van, het is toch van de zotte dat een model wat 12 jaar geleden is bedacht of zo, eigenlijk nauwelijks is doorontwikkeld en nog steeds zo dominant is. En of je dan Marktplaats of Funda of Booking, zijn heel veel voorbeelden van. Ja, absoluut. En eigenlijk zijn die, als die niet zelf innoveren, vind ik die wel... Ja, die verdienen het ergens om gedisrupt te gaan worden. Ja. En ik vind bijvoorbeeld de personalisatie op dit soort sites. Ja, als ik bij Booking kom, ik moet iedere keer invullen dat ik 3 kinderen heb. Ik moet iedere keer de leeftijd in. Ja, bizar. Ik krijg dan, als wij hetzelfde invullen, krijgen wij dezelfde zoekresultaten. Terwijl ik al meer dan 100 reviews heb ingevuld. Dus ze echt wel weten wat mijn voorkeur heeft en wat niet. En toch krijg ik allemaal... Nou ja, dat, dus ik vind daar... Ja. Heel veel marktplaatsen zijn omdat ze zo snel dominant zijn geworden. En een beetje, geen reden meer om te... Nee, een beetje naar die monetization modus. Want het businessmodel achter een marktplaats is natuurlijk wel een heel aantrekkelijk en winstgevend businessmodel. En dat was het dan. Dus daarop doorpakken, ja, dat is wel interessant. Ja. En dat zie ik niet op... Nee, er zijn heel veel van die marktplaatsen die een beetje stil zijn komen te liggen. Johan Schaap zegt, de toegevoegde waarde van de makelaar zou... ook af kunnen nemen als je dan kijkt. Is dat een risico voor Funda? Is het zo? Verandert de toegevoegde waarde van de makelaar? Laten we daar eventjes mee beginnen. Uiteindelijk wel. Maar zoals in heel veel markten gaat dat toch altijd een beetje langzamer dan je misschien in eerste instantie denkt. Ik denk dat de... Ja, maar tegelijkertijd is het wel een retorische vraag. Want weet je, de aankoopmakelaar, weet je, vooral heel veel mensen doen het allemaal al zelf. Ja, maar dat maakt me niet uit. Daarvoor. De vraag aan hem gewoon. Ja. Is een vraag. Ik kan mijn antwoord opgeven. Ja, we kunnen hem zelf gaan beantwoorden. Maar... Nee, maar goed. Jij zal een beetje rekening met jou. Het gaat heel langzaam. Nee, maar als je kijkt in Nederland is geloof ik 94% van de huizen die worden verkocht via makelaar. Ja. Nou, als je mij dat 10 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd, nou weet je, in 2018, no way. Dat percentage zal zo hoog toch niet zijn. Ja. Nou, dat heeft in Nederland allerlei redenen. Onze courtage is relatief laag, noem maar op. Verkoop van een woning, dat is nogal een ding. Ik denk dat die rol wel gaat veranderen. En dat het een beetje aan de makelaar is van welke kansen liggen er om je dienstverlening naar de consument zeg maar uit te breiden. Verduurzaming van een woning, helpen of je wel of niet moet verbouwen, wat dat voor de waardecreatie betekent, dat soort dingen. Of dat je vasthoudt aan het meer klassieke model. Ja,
dat wordt denk ik wel moeilijk. Ik bedoel, ja, de komende jaren ben je wel oké, maar voor de lange termijn... Ja, maar daar speelt toch juist Funda een enorm belangrijke rol in. Kijk, probeer ik even vanuit mezelf te redeneren. Ik heb een ontzettende hekel aan mensen die een of andere middelman uithangen en daarvoor heel veel geld vragen, terwijl je je af kunt vragen wat de toegevoegde waarde is. Ik zeg niet dat dat bij elke makelaar zo is. Ja, maar mijn laatste twee huizen heb ik in ieder geval gekocht zonder makelaar. Mm-hmm. Omdat ik dacht, ja, daar heb ik een makelaar voor nodig. Ik kan zelf op Funda kijken en als ik het een mooi huis vind, dan koop ik het. Verkopen kan ik niet, want ik mag niet zelf advertenties op Funda zetten. Dat kan niet. Nee, maar goed, dan zou je het via makelaarsland kunnen doen of een beetje van die self-service modellen, waar je het eigenlijk relatief makkelijk ook kan doen. Ja, nou, dat lijkt me het gekke van die positie, dat je eigenlijk, weet je, omdat Funda van de makelaars is, hou je dat monopolie natuurlijk ook in stand. Ik weet niet of dat zo is. Dus uit onderzoek blijkt ook gewoon dat de toegevoegde waarde van de makelaar, met name in dat verkoopproces, dat er heel weinig mensen zijn die dat willen. En ook bij die zelfservice concepten zie je bijna iedereen die er naar switcht van ja, hartstikke leuk, maar dan moet ik dus zelf de rondleidingen doen, dan moet ik zelf de onderhandelingen doen, dan moet ik zelf met de contracten. Dat is ook echt gewoon gezeur. Je kan die deskundigheid ook niet opbouwen natuurlijk. Want je doet het één keer in de zeven jaar. Dus dat, je bouwt dat helemaal niet op. En dan is echt in Nederland, als je dat vergelijkt met heel veel andere landen, de courtage die in Nederland betaalt, dat percentage, is echt super laag. Ja, in andere landen is het vaak 4-5%. In Nederland is het, ik geloof iets van, tussen de 1,3 en 1,7%. Het is echt heel veel lager. Ja. Dus dat is een beetje dan, hoeveel toegevoegde waarde krijg je daarvoor? Ik sla wel een beetje een zijpad in, want ik vond eigenlijk jouw vraag wel heel interessant. Wat er nou veranderd is in die marktplaats. En eigenlijk constateer jij dus niet zo heel veel. Nee. Uiteindelijk redeneren we dan weer toe naar dat monopolie. Is natuurlijk toch wel een dingetje, dan heb ik niet over Funda hoor, maar dat die winner takes it all economie, want dat geldt voor heel veel van die platformen. Ja, dat is voor heel dat veroorzaakt dit toch, dat die platform, als je eenmaal de grootste bent, wie komt er nog tussen? Dat geldt ook voor boeking en dat geldt ook voor... Mijn overtuiging is dus, als je niet doorontwikkelt, dan gaat er iemand wel tussenkomen. Een keer. Ja, je weet alleen niet wie en wanneer, maar dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. Want je laat gewoon veel te veel ruimte vallen en behoefte van een consument die iemand anders een keer gaat invullen. En je merk gaat een beetje sleets worden dan en dan heb je te weinig nieuwe functionaliteiten. Dus ik denk dat dat heel, heel risicovol is. Je ziet wel een beetje natuurlijk marktplaatsen die meer platformen gaan worden. Hè? Dus even als ik zeg de verbreding, verder in die journey. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet zo dat ik dat bedacht heb en niemand anders heeft dat bedacht. Dat is wel een internationale trend. Als je kijkt naar real estate platformen, zoals het een beetje mooi is. Daar zie je dat in Amerika gebeuren, Engeland gebeuren, Duitsland. Scout, die hebben de grootste real estate site in Duitsland. Die hebben nu net voor, ik geloof, 350 miljoen hebben die een online hypotheekpartij gekocht. Dus de verbreding, dat zie je wel op verschillende plekken gebeuren. Wat heb jij meegenomen, meegebracht in Funda, wat je zeg maar, vanuit je eigen start-up ervaring, zowel als investeerder als zelf bij Layer, zeg maar, hebt geleerd? Wat neem jij mee? Nou, het belang is, ik heb eigenlijk een soort mijn professionele leven een beetje die twee gezichten. Bij grotere bedrijven echt in een rol als directeur of COO, hoe je het ook wil noemen. En daarna veel meer bij jonge bedrijven als investeerder of commissaris. En bij de CEO bij Leer, wat natuurlijk ook wat kleine bedrijf was. Ja. En ik pak een beetje uit die grotere bedrijven mee gewoon managementervaring. Gewoon heel veel vlieguren gemaakt als manager. Wel altijd verantwoordelijk voor meer de nieuwe dingen en de dynamiek die daarbij hoort. En vooral merk ik nu als investeerder in jonge bedrijven, en dus ook ontzettend veel founder teams ontmoet, pitch decks bekeken, heel erg bij Funda, van ja, je hoeft niet een soort enorm businessplan te maken, 5 miljoen investeringsgeld en dan ga je in één keer een soort Big Bang doen. Nee, laten we eerst maar eens gewoon kleinschalig uitvogelen hoe het werkt in verschillende markten. En kunnen we dat niet met een soort MVP uitproberen en als het goed gaat, dan gaan we het opschalen. Dus ook die manier van denken, waar als iets wat groter is, dan denk je misschien te snel te groot. Hè? ABN AMRO die iets nieuws gaat doen, hup, 50 miljoen euro funding. Ja. Nou, ik vraag me af hoe verstandig dat is. Dus ik denk dat ik een beetje de mix van die twee heb, hoe je dat goed kan combineren. Ja. Ja. Johan zei net ook al, van hij ziet jou volgens mij, hij ziet je vaak naar allerlei bedrijven fietsen waar
waar jij volgens hem aandeelhouder van bent. Ik weet niet over welke bedrijven die het heeft, maar... Ik weet niet over welke fiets die het heeft, die is die net gestolen. Hij kent jou en hij zegt, hoe combineer je dat? En was dat een issue toen je begon? Dat je zeg maar, belangen in andere... Welke bedrijven heb je belangen? Laten we daar even beginnen. Ik zal het een paar noemen. Fintechbedrijf, Bridge Fund, Dedico, dat is een platform waar je reizen kan boeken, boeken bus. Nou, dat zegt het eigenlijk al, B2B busvervoer boeken. Een heel ander clubje die zitten in medicijnen, dat als je geopereerd bent, je hebt narcose gehad, dat je snel weer honger gaat krijgen, zodat je snel het ziekenhuis uit kan. Nou, het is een hele lijst, een e-learning platform. Ja, maar wel heel veel toch in de hoek van marktplaatsachtige modellen, SaaS-achtig. Dat zijn wel een beetje twee dingen. Was dat een issue? Nee, eigenlijk helemaal niet. In de eerste plaats omdat er niets tussen zit wat op een of andere manier concurreert met het te maken heeft. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat was wel ingewikkeld geworden. En aan de andere kant, als angel-investeerder ben je natuurlijk operationeel niet betrokken. En natuurlijk had ik in mijn agenda voor 1 juni had ik wat meer tijd om overdag te zitten met zo'n team. En nu moet ik daar een beetje mee schipperen. Dus ik heb nu net op kantoor bij Funda van 6 tot 8 gezeten met een van die clubjes. Dus ik organiseer dat een beetje aan de randen van de dag. En het staat verder ook, we kunnen er ook zo over praten, want het staat ook in mijn contract, het is allemaal gewoon goedgekeurd en alles wat ik doe, dat disclose ik ook. Dus dat is prima. Ja. Hey, wat voor jezelf, wanneer, als we jou nu over een jaar spreken, jaar is kort, snap ik wel. Ja. Maar wat wil je dan bereikt hebben? Wanneer ben je trots? Als jij die alerts krijgt van ons. Ja. Dus echt dat we een aantal dingen gewoon op die basisdienst gewoon echt beter doen. En dat omdat wij zoveel gebruikers hebben, dan mag je ook verwachten dat heel veel mensen dat ook echt merken. Ja. Dat ze echt denken, oh ja, handige functionaliteiten. Ik kan maar raar dat ze dat eigenlijk niet eerder hadden. En ik zou graag willen dat we dan, zeg even... Ik zou willen zeggen 3 nieuwe dingen, maar dat is misschien een beetje te veel. Maar dat we 2 nieuwe producten zeg maar, echt live hebben. En gewoon ook echt al gebruikers die daar tevreden van zijn. En of dat dan een soort hypotheekcheck is of notarisvergelijker of iets met inboedelverzekering. Daar laat ik nog een beetje in het midden wat het dan exact is. Maar dat we er echt gewoon al 2 geïntegreerd op de site. Gewoon goed product, Funda kwaliteitskeurmerk, Funda UX, gewoon goed. Ja, ja dan zou ik wel tevreden zijn. Ik denk dat we je gaan uitnodigen over een jaar. Nou, dat lijkt me voor de record. Ik ben heel blij dat je er zit, want ik ben altijd blij als we weer mensen in ons netwerk hebben die invloed hebben op de apps die ik gebruik. Ja, dan kan dat ik jou, zware last. Bellen. Ja, precies. Ja. Nou ja, als ik erover nadenk, zeg jij eigenlijk voor mij, kijk, ik heb heel lang geleden een huis gekocht. Dus ik heb eigenlijk geen enkele... Ik kijk alleen naar Funda, omdat ik wil weten wat de buren zeg maar met hun huis hebben gedaan. Maar jij zegt eigenlijk van wij willen ook voor jou weer meer... Voor andere, dus niet alleen op het moment van de aankoop en de verkoop, maar dat hele stuk ertussen wil je als Funda eigenlijk ook weer voor mensen een grotere rol gaan spelen. Ja, maar wel dus echt op die... vooral voor die bezoekers, iedere maand zo van de 4.500.000-600.000... die echt in de markt zijn om een andere woning te kopen... Dat is echt de core groep. En de rest die inderdaad wil kijken wat gebeurt er in de buurt. Of het huis van, John de Mol als die zijn huis verkoopt. Die zijn van harte welkom op de site. Maar dat is veel minder uniek bezoek dat wij hebben. Met een veel minder eenduidige behoefte waar ik wat mee kan. Ja. Dus dat zal dit jaar, komend jaar, niet mijn core focus zijn. Nee. Dankjewel. Goed, we gaan je weer volgen. Ja, leuk. Hartstikke bedankt, man. Ja. Een half uur lijkt heel lang, zeggen mensen wel eens. Maar het is gewoon heel erg kort. Heel erg kort. Ja. Ja. Super, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd de sponsors. Stekels, deze smaakt bij jou goed, toch? De Brooklyn Lager. Ja, heerlijk. Ja, lekker biertje. Van onze vrienden van? Bier & Co. Verkocht aan een biermerk wat ik niet noem. Oh nee, wat is niet noemen. Het begint ook met een B, geloof ik, toch? Zoiets. Die hebben we nog meer uit Groningen. Trouwens, ik heb niks tegen Bavaria. Hoor. Dus oh nee, helemaal niet. Nee. Maar je bent eigenlijk meer van Heineken, hè? Eigenlijk wel. Ja. Groningen Jetstream, die altijd voor de streaming van de website zorgt. PQR voor de hosting van de website. En natuurlijk Freedom Lab voor de gastvrijheid. Iedere week vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Kijk je live, blijf kijken, kijk je on demand. Dan weet je dat je al onze uitzendingen nog eens door kunt kijken. En bijvoorbeeld ook kunt terugbladeren naar...
die van jou van een paar jaar geleden. Dankjewel. Dag.